Dames en heren, goedemiddag. Zoals gebruikelijk na een thuiswedstrijd zijn we hier de gast in de Business Lounge van Landstede Basketbal. Voor het nabespreken van de wedstrijd vanmiddag tussen Landstede en Amsterdam. Aantal toeschouwers in Landstede was 500 vanmiddag. Tussenstanden 19-23 van Amsterdam, 36-38 ruststand. En uiteindelijk een narrow escape 68-66 in het voordeel van Landstede. First of all, welcome to Coach Livak of Amsterdam for joining us this afternoon for this short press conference. Natuurlijk Herman, van harte welkom. Coach of Amsterdam, what is your opinion about this game? Really bad. We lose this, of course. Yeah. Like I told before already, this was fast, but this is like playoff games. We're winning this, we're winning next week, we're going to playoff. From us, this moment, they say, like, season almost over. I can imagine that you were surprised or maybe satisfied with the first half. No, I'm not surprised, but only what I was for me was bad today. Really, we lose offensive rebound. Opponent taking 18 offensive rebounds, you not can win games like this. And that's why I would say that really only the negative stuff for me from the team. Again, but other way, if you remember where we played last time here. 4 months ago, I think we look totally different. We're fighting to them because 4 months ago was in the after first quarter that game was over. We already give the white flag. After first half year it was 36-38. What do you tell your players in the locker room? Yeah, I told them we need to still play aggressive like we started. We need to cut the 3 points because the. And we almost done this because the first half from 9 shots they make 4 and the end of the game 22-7. I think we done good job on this, but other way, we won a game like this, we miss a lot of also a lot of wide open 3 points. And if you're shooting like 3 points by 20%, you not can win so strong teams. Thank you. Herman, a narrow escape. What for you for this mess? Wil je een lang verhaal of een kort verhaal? Zullen we het kort houden? Ja. Ik vond het eerste kwart gewoon slordig begonnen. We waren 8 keer balverlies. En daarmee kregen we 23 punten tegen. En als je dat doortrekt naar de rest van de wedstrijd, dan is het verdedigen nogal op orde. En ze maken 66 punten, dat doen ze gemiddeld. Bij ons ging er geen bal in. Ik ga geen man in paard noemen, maar dicht bij de basket schieten we 9 op 27. En we hebben daar 8 keer balverlies. Dat is 9 op 35 van dichtbij. En dan komt de druk aan de buitenkant. Ik vond dat we rebound net wel aardig deden. Hè? Want als ballen niet vallen, dan moet je gaan knokken en dan moet je losse ballen gaan creëren. Ik denk dat JT daar voorop in ging. Maar het verhaal van de wedstrijd is met name dat we niet agressief waren. Hè? De bal wilden geven aan de volgende en weer de volgende. Waardoor de druk op kwam, dan komen we voor mij 3 punten voor en zij moeten fouten maken. De vijfde fout gaat naar Van Schaik. Dat is een... Normaal voor hem zijn we een goede 3-puntschutter. Maak je, dus doe normaal. Je staat 3 voor, doe normaal, 14 seconden spelen. En normaal bedoel ik me mee dat je vrije worpen maakt. En dan kom je de 5 voor en dan moet zij 2 keer scoren. Maar dan gooi je 1 vrije worp in. Dan gooien zij een bal met het bord erin. Dus alles valt dan voor hun, dan moet je weer een vrijworp nemen en dan gooi je er weer één van in. Dus we hebben niet normaal gedaan. Dat geeft eigenlijk in de getallen het wel aan. We hadden te vaak balverlies en ons 2-puntpercentage was matig. Maar we hebben gewonnen en voor de wedstrijd hadden we aangegeven, we spelen 3 wedstrijden deze week, 3 wedstrijden voor 6 dagen, dat is volgende week. En in de play-offs beginnen ook zo. Dus dit is een goede test en dit geeft ons wel wat stof om over te praten. Je hebt over concentratie of je hebt in ieder geval over agressiviteit. Hè? Dan heb je een aantal time-outs. En je probeert er alles aan te doen om die knop blijkbaar bij die spelers om te zetten. Wat kun je nog meer doen? Ik kan daar niks doen. Die knop moeten ze zelf gaan omzetten. En je moet volwassen gaan spelen. Je moet verantwoordelijkheid nemen. En we kunnen gaan zeggen, we willen iedereen op dezelfde pagina, dus we lopen dit in de aanval en we doen dit in de verdediging.
En maar als we een stap naar achter er vanaf zijn, dan hebben we handen niet actief en we geven ze de tweede schoten. Zo kwam de bucket in. Meneer ze maar wilde. En tegen ons in de drie wedstrijden voor dit jaar. Misschien is het 39%, was vandaag was dat 57%. Wij schieten normaal gesproken 54% en vandaag is dat 39%. Dus dat is niet normaal. Dus dan moet je gaan knokken. En dan moet je makkelijke dingen gaan doen. Nou, en alleen op het eind hebben we dat denk ik nog. Dankjewel. Het was de last game in Zwolle voor this season. Next weekend, Leeuwarden, I believe. Aris, yes. Oké. En dan? I don't know. This I think this is not a question for me. Yeah. If you're asking for me, I think this now this team need to stay together because if you see how we start the season, which players are now, I think if you're coming to Landsmere, one of the top teams in Holland, and we're fighting to the last second, I think this I'll explain this. I think this team needs to stay together and you need to improve. And of course, this is the preparation from the season and like normal way. I don't know what's going on. I focus on the next week and then we see. Herman, nog anderhalve week aan de play-offs. Hoe vullen jullie erin? Afgezien van Den Bosch uit thuis. Ja, we spelen woensdag thuis en zaterdag uit in Rotterdam. In de mindset is altijd dat de play-offs zijn begonnen. Dus we spelen tegen teams die ergens voor spelen. We spelen tegen een kwaliteitsteam Den Bosch wat thuis komt. We spelen Rotterdam. Wat dit jaar ook de play-offs heeft gehaald in een uitwedstrijd. Daar moeten we waarschijnlijk op.